Hoi, mijn naam is Kilian Koolster en welkom bij deze video. In deze video ga ik iets doen waar ik heel veel zin in heb. Van deze pruik maak ik dit. Een lekkere volle borst met krul. Ik gebruik hier van die plastic rollers met gaatjes erin, waardoor er makkelijk straks de stoom doorheen kan. Want ik ga dit weer met de stomer stomen. Ja, je zal wel denken, alweer de stoomvideo. Ja, omdat ik het leuk vind. Dus dan doe ik dat gewoon. De voorkant die ga ik naar achter krullen met mijn rode roller. En de achterkant die ga ik krullen met de gele rollers. Want die zijn een slagje kleiner. Daarmee heb ik aan de achterkant meer dat push-up effect. En aan de voorkant gewoon die subtiele krul. Ik heb er heel veel zin in. Heb jij er ook zin in? Doe dan een duimpje omhoog. Dan gaan we snel beginnen. Want ik wil geen langdradige video hiervan maken. Op high speed! Zo, alle rollen zitten erin. Mocht de pluk nou niet zo makkelijk om de rollen heen gaan met zo'n vloeipapiertje, maak hem dan eerst even een beetje vochtig. Dan rol je hem zo makkelijk in. En dan is het nu tijd om te gaan stomen. En als eerst is het heel erg belangrijk dat je natuurlijk je rookmelder eraf haalt en uitzet. Want vorige keer tijdens het filmen was die afgegaan. Zo, die kan weg. Als je met de stoomer aan de slag gaat, wees voorzichtig, want dit is gewoon 100 graden qua stoom wat eruit komt. Dus dat moet je niet zo... Ik ga het eerst eventjes zo goed al die rollers met de stoom voorzien. Daarna doe ik er weer een zak overheen en ga ik er nog een keer overheen. Want ik merkte vorige keer dat ik te snel die zak deed, dat ik dus niet alle rollers goed had gestoomd. En dat was een beetje zonde. En ik ben hem weer vergeten aan te zetten. Oké, de rollen zijn helemaal opgedroogd. Hi guys, ik heb dit keertje een DIY. Doe het lekker zelf. Vandaag met lekkere goedkope geurbolletjes. Je kent het wel. Van die dure interieursprays die beweren dat je poepgeur tot wel 5 dagen wegblijft. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat kan alleen wanneer je een DIY doet. Wat je nodig hebt voor deze DIY is... een geurboosterballetje, plantensproeier, trechter en een glaasje met warm water. Als eerst vul je het sprayflaconnetje met warm water. Gooi je wat van die goedkope geurballetjes erbij. En normaal gesproken gaat dat er gewoon in. Ik zei het helemaal verkeerd om. Eerst de balletjes, daarna het water. Maak de sprayflacon dicht. Dan ga je twerken met je fles. Goed schudden. Heel goed schudden en twerken. Nu zijn alle balletjes lekker opgelost in het water. Gaan we eens even kijken of het werkt. Oh, heerlijk! Had ik deze tip maar eerder bedacht? Woehoe! Ik ben een echte genie in een bottle. Echt lekker. Wauw, kijk die perfecte krul eens. Het is prachtig. Ik vind dit zo mooi geworden. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Echt sprakeloos eigenlijk. Je hebt tot en met het einde gekeken van deze video en daarvoor wil ik jou bedanken. Laat weten in de reacties wat je van het resultaat vond. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!